Hier zie je nog twee stretchtenten, helemaal leeg, maar vanmiddag kruipen hier jonge makers van de Melkweg in. Al voor de 42e keer kunnen muzikanten, schrijvers en theatermakers hun kunsten vertonen op drie centrale locaties in de stad. Het Leidseplein, in het Vondelpark en hier op het Museumplein. Wij richten ons deze uitmarkt wel meer op de makers. Dat vinden wij wel belangrijk, gewoon laten zien dat het mensenwerk is. De mens achter de voorstelling, die laten zien, dat is wel waar wij dit jaar een accent op hebben. Museumplein, Leidseplein, Vondelpark, meer dan 400 optredens, 2000 artiesten, 25 podia met het New Cool Collective die acts begeleidt als Treintje Oosterhuis, Fjesse Feur. Maar hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen eigenlijk? Er was een oproep van Treintje van ik ga een nieuw album maken, zijn er mensen met leuke nummers? Toen had ik een heel leuk nummer gemaakt zonder dat ik haar kende. Toen ik het eenmaal hoorde dacht ik, wauw, wie heeft dit geschreven? Want het is wel een liedje wat ik mezelf hoor zingen. En toen zei ik, oh wauw, wat gaaf dat jij het zo'n leuk nummer vindt. En zei ze, ja, wanneer kunnen we dit doen? Toen zei ik, ja... Ik ga eerst over een paar dagen trouwen en daarna kom ik bij jou langs en doen we de hele reutemeteut. Naast het creëren van een goede sfeer is het evenement volgens programmeur Frans ook wel degelijk belangrijk. Het publiek vergrijst natuurlijk ook. Er moet continu gezocht worden naar nieuw publiek. En dan is een makkelijk toegankelijk, laagdrempelig evenement als de Uitmarkt daar heel geschikt voor. Het is toch wel een vruchtbare samenwerking geworden. Ja, leuk. Treintje Oosterhuis. Great, amazing singeress from the Hollands.